vandaag straatpraat vanaf grote hoogte. We zijn op het Remax Zomerfestival op de Kleine Duiker in Barendrecht. En er is hier van alles te doen, vooral voor de kinderen. Zo kan er pony gereden worden, er kunnen hutten gebouwd worden, zelfs een auto geschilderd worden. En kan er een ritje in deze kraan gemaakt worden. Ja, heel erg goed. Een hut. Gewoon in de hoogte bouwen. We hopen dat het wat gaat worden. Ik denk dat dit de laatste verdiepingen wordt. Flats, om te zeggen, met een verdieping en zo. Ja, het gaat wel leuk worden, hoop ik. Wat is nou zo mooi aan het beroep clown zijn? Dat zijn mijn schoenen. Mijn schoenen zijn het mooist. Dit zijn echt mijn schoenen. Mooi, hè? En zijn er nog meer dingen waarvan je nou denkt, dat is mooi? Ja, de kinderen. Maar ja, die zijn altijd mooi, dus daar hoef ik niks aan te doen. Maar voor de rest is het gewoon altijd feest en is altijd leuk. En in Barendrecht, moet ik eerlijk zeggen, is het wel heel vaak feest. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Wat is nou het geheim van een leuke, goede clown? Durf ik niet te zeggen. Er wordt zelfs een clown stil van, hè? Ja, dat is een vraag, daar word ik echt een beetje stil van. Maar voor de rest valt het best wel mee, hoor, clown. Het is best wel leuk. Alleen, wat ik niet begrijp is waarom sommige mensen bananen mee hebben. Dat vind ik een beetje vreemd. En wat ik helemaal vreemd is, dat ze wortelen meenemen. En die wortelen die nemen weer bananen mee. En die bananen nemen weer wortelen mee. Dus dat is eigenlijk het nadeel van een banaan. Ik zou zeggen, ik maak hem ietsje kleiner zo. Ik stop hem in de microfoon. Voor degene die hem wil pakken, moet hem uit de tv halen. Ik ben verliefd op Angela. Het mooiste meisje uit de klas.